Els, hoe is het? Ja, goed. Ja. En Els, dan ken ik jou van heel veel dingen, maar van volkstuinen, dat wist ik nog niet. Nee, dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Ja, doe je dat dan maar een beetje zo gaan staan, dan heb je het hek in die hand. Ja, van, ja, nee, dat is sinds dit jaar, dus nog maar kort eigenlijk. Ja, en want ik, sterker nog, ik ben hier helemaal nog nooit geweest. Nee. Ik wist dat hier een volkstuin zat, maar wat zijn er net, 155 tuinen? Ja, op dit complex. Ja. De vereniging heeft 8 verschillende tuincomplexen, waarvan de Nadors de oudste is. We zijn nu op de Griffioen, of Griffioenpad, hoe je het wil noemen. Dat is uit 1976 volgens mij. En alleen hier zijn al 155 tuinders. Maar in totaal zijn er iets van 550. Ja, ja, dat is echt dat is heel veel. Ja. Hoi. Fietsen. Moet je de artisjok erbij doen? Ja, ik wil gelijk de tuin in. Hey, hoi. Je bent net op tijd, man. Ja, ja, ja. Ja, het zijn hier allemaal bekend, of hoe is dat? Gewoon een gezellige boel. Ja, samen met mijn zus Doekes en samen met Max, met mijn zoon. Ja, ik had er geen idee van. Hè? Dus wonen we op 50 meter van elkaar vandaan. Ja, het is, ja, we hebben hier een hele fruittuin hierachter en allemaal ons eigen stuk. Maar hoe lang zitten jullie al op dit complex? Ik zit er al 10 jaar. Oh, echt waar, ja? Ja. Ja, ik heb hier helemaal geen idee van al die werelden. En Leonie al nog veel langer. Ja, ja, ik heb ook een heel... Ja, maar het ligt er netjes bij allemaal ook, hè? Ja, druk bezig. Wat ben je nu aan het doen? De grond aan het klein maken. Want wat moet daar komen? Want hier ga ik straks zaaien. Wat, ik ga wat koriander zaaien en worteltjes en paksoi. Oké, okay, dat is... Het is inderdaad nogal een lab. Ja. Want als je hier nou wil huren, dan ik dan natuurlijk ook altijd weten wat kost dat en al dat soort dingen. Ah, maar... Hartstikke goedkoop, daar vergissen heel veel mensen zich in, denk ik. Het kost €5 om lid te worden en dan 30 cent per vierkante meter per jaar. Per vierkante? Meter. 30 cent? Ja. Per jaar? Ja. Dus jij hebt 100, dus dan betaal je 30 piek? Nee? Nee, iets meer, 40. Want ik heb 140. Maar voor een heel jaar ben je 40 piek voor deze lab kwijt. Ja, en dan mag je ermee doen wat je wil. Ik heb €150 borg betaald. Want stel nou dat ik er mega puinhoop van maak en ik verdwijn gewoon. Ja, dan moet iemand met die tuin op gaan. Ja, want ik zag ook al een bordje verboden puin te storten. Zo, dat is ook niet voor niks waarschijnlijk. Dus maar dat is echt niet duur. Want dan... Nee, het is alleen de borg geven en voor de rest is het... En je mag er in principe mee doen wat je wil. Wat je wil verbouwen, dat is vrij. Ja. Ja, want kijk, bij mij, ik moet nog beginnen, dus is het heel leeg. En ik heb hem dan laten frezen, omdat er anders veel te veel onkruid staat en zo. En heb je dan, zijn daar, is de hulp hier op de... Op oh, dat... iedereen helpt elkaar. Dit is een heel ander soort tuin. Ja, maar dit vind jij een hele leuke, hè? Ja, ik vind het heel leuke. Maar ik zie uitgebloeide tulpen, ik zie boompjes. Wat, ja. Zie ik, wat is hier leuk aan? Het is de tuin van Jana. Daar staat dus echt, er staan bloemen. Er staan fruitbomen. Er staat groente, er is een zitje, dus het is echt heel erg leuk. Maar je hebt ook in alle werelden heb je altijd de mensen die heel netjes zijn en de mensen echte sloddervossen. Ja. Maar worden dan sloddervossen hier gecorrigeerd door anderen? Of, Het ligt eraan wat je sloddervos noemt. Als je tuin nou echt een grote puinhoop van maakt, dan krijg je een waarschuwing, een gele kaart zeg maar. Oh ja. En 2 gele kaarten is een rode. En rood dan moet je weg. Dan moet je er of echt iets aan doen, of gewoon weg. Ja, fair enough. Ja. Ja, als jij natuurlijk een jaar niet komt en het onkruid dat blijft maar groeien, dan hebben de buren er ook last van. Ja, dat is ook zo. Dus. Maar kijk, ze heeft hier ook gewoon een grasveld en een soort pergola. Een prieeltje. Een prieeltje. Met een bankje. Ja, dat is wel heel leuk. Tot morgen, Frans. Zeg u. Wat bent u aan het doen? Nou, hier, dat zijn rode bessen. En als die uitgebloed zijn, dan hebben we natuurlijk het begin van de kleine besjes. Oké. Okay. En ik ben alvast maar een beetje aan het voorlopen, want het is nog wel niet zo ver. Maar dan kan het er maar op wezen. En hier komen de boontjes in die bakken. Want... Oh ja, ik zie. Sla zie ik. Is dat allemaal voor eigen gebruik, meneer? Wat zeg je? Is dat allemaal voor eigen gebruik? Dat is allemaal voor eigen gebruik. Zelfvoorziening, mooi. Ja, ja. 10 kinderen en 10 kleinkinderen en 3 kinderen. Dus en ben die eten wel mee. Ja, dan is zo op. Het is ook behoorlijk stil, zeg. Ja, het is heerlijk rustig hier en de vogels hoor je. Ja. Het is dat er eentje staat te vrezen, maar. Ja. Er zijn nog meer mannen, meer mannelijke tuinders dan vrouwen. Ja, maar er komen steeds. Zoals meneer Erwig hier zo. Hè? Ja. Maar er
komen steeds meer vrouwen. Vooral de laatste tijd zie ik steeds meer vrouwen. Ja, het is, meiden van de moestuin. Het is een genderneutrale hobby eigenlijk dit. Absoluut. Ja? Absoluut. Ja, het valt me nu op. Ik heb nu toevallig drie damesgezinnen, voor de rest alleen maar heren. Nou, er zit er best veel normaal op. Ja. Er zitten veel, ja hoor. Boekjes staan er zijn. Ontstaan hier ook wel eens romances? Nee. Ja, dat moet je toch gelijk weten, de roddels van het complex? Dat zijn oude, daar ben ik te nieuw voor. Dat zat er ook wel eens een... allemaal die hier zitten. Ja, maar zat er ook wel eens een wandje worden gedroken, zo links en rechts? Nee. Het is echt werken. Het is een werken en thuis wijn drinken. Nou, dat is heel goed, heel wijs. Je hebt eigenlijk allebei een eigen moestuin hier, of een eigen volkstuin? Deze doen we met z'n vijven. Ja, maar ik vind het wel gezellig eruit zien. Thermoskan mee en een bakje koffie. Ja, doen we ook dan. Dan drinken we wat. En dan. En hoe lang zijn jullie al bij de vereniging? Volgens mij al 7 jaar bij. Nou, dat is ook. Ik heb wel de indruk dat de meeste mensen. Dit doe je niet voor een paar weken. Dit zijn echt mensen van vele jaren. Het is gewoon leuk om te doen, hè? Het is echt een hobby geworden voor ons. Ja, ik vind het ook wel interessant. Het is echt leuk om te doen. Ja, nou. Ik wens jullie nog een hele fijne dag, bedankt. Ja. Ik vind het ook best interessant, ik vind het niet duur. En volgens mij is iedereen hier hartstikke blij. Maar dan is het natuurlijk de belangrijkste vraag van, komen hier wel eens plekken vrij? En zo ja, hoe werkt dat allemaal? Ja. Nee, er is een website, VTV Kweeklust. En daar staat op hoe je kan inschrijven om lid te worden. Er waren zeg maar in februari nog heel veel tuinen vrij. Of veel, zeg maar 40 of zo. Maar nu in de tijd van de corona, mensen andere invulling zoeken en ja, toch een heuse coronapiek. Coronapiek. Ja. Hebben we er hier nog 2, terwijl dat 2 weken terug nog 10 was. Op de Nados zijn er nog 8. Zuid is helemaal vol. Ja, Vissport heeft nog wel een stuk. En als het vol zit, dan kom je op een wachtlijst? Ja. Ja, precies. Wat ook leuk is, misschien om te vertellen, is dat we dus, dat zei ik op de buurvrouw op de tuin, het zijn echt al buren geworden natuurlijk, die brengt vaak de 2 dochters mee en die helpen dan ook. Ja. Het is gewoon heel leuk om met kinderen ook te zien van dat groente niet uit de supermarkt komt, maar hoe het nou echt... Ja, gewoon een beetje de biologische gedachte van zelfvoorziening, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Nee, maar dankjewel voor je toelichting, Els. Ik moet een beetje knippen en plakken in het verhaal, want het is een vrij lang filmpje, maar daar komt het goed. En, we zien elkaar wel weer in de bibliotheek of zo. Hè? Absoluut. En bedankt dat je geweest bent. Oké, dank je. Hoi. Hoi.